Voor een tijdrit wordt er flink warm gereden. Ook bij de Nederlandse formatie Vakansoleil DCM worden er flink wat omwentelingen gemaakt. Een van de kanshebbers voor vandaag is winnaar van de proloog van de Ronde van België, Liewe Westra. Liewe, wat verwacht jij van je proloog? Goh, de benen zijn goed. Proloog in België gewonnen. Ja, nu afwachten wat het hier wordt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Alleen ja, het is gewoon jammer dat het nu wat begint te regenen. Dus ja, ik hoop dat het droog wordt en droog blijft. Maar ja, het ziet er heel slecht uit. Dus ja, dan wordt het heel lastig, denk ik. Je hebt net het parcours voorverkend. Ligt het parcours jou? Ja, ik denk het wel. Ik denk het is gewoon lastig. Er zit een klim in het begin. Rechte stukken waar je echt gas kunt geven, zeg maar. Dus het parcours ligt me wel, ja. Maar is hij niet te kort voor je? Want jij hebt natuurlijk wel een lekker dak nodig om in cadans te komen. Ja, nou, normaal niet. Normaal is hij gewoon te kort. En dat was hij in België ook. Maar ja, ik heb toch wat vertrouwen gekregen daar, daarna. En ja, we gaan het gewoon zien. Op zich moet dit maar liggen. Alleen ik zit nu op dit moment meer met het weer in. En dat is gewoon jammer. Wat is de fastest? Stil? 6:26. I think it's possible. Maar het werd hem uiteindelijk toch niet. Angst voor het natte wegdek werd de Nederlandse tijdritspecialist toch fataal. Westra wordt uiteindelijk 33ste. Dus de start was super. Alleen ja, gewoon heel veel schrik en afdaling. Want ik probeerde voor de wedstrijd nog even moraal te geven en het legt droog. Ja, maar ik wil niet in de hekken leggen. En, dus ik denk dat hij mentaal al een beetje geknakt was. Maar dat weet hij zelf het beste, denk ik. Selbank die presente à Larsebom le maillot donc de premier classement général. De proloog wordt gewonnen door Rabo-renner Lars Boom. En hij mag zeker nog één dag in het geel rijden.